President Chandrika Prasad Santokhi is voor een derde termijn gekozen als voorzitter van de vooruitstrevende hervormingspartij VHP. In partijcentrum De Olifant zijn er gisteren een nieuwe congres en hoofdbestuur gekozen. Santokhi is bij enkele kandidaatstelling herkozen tot voorzitter. Ook voor het congresbestuur is er maar één kandidatenlijst ingediend. Deze bestuursverkiezingen moesten sinds 2021 plaatsvinden. Echter werd deze bemoeilijkt door de COVID-19-pandemie. Santokhi haalde aan dat een ieder de gelegenheid had om een kandidatenlijst in te dienen. Echter is dat niet gebeurd. De voorzitter meent dat de partijgenoten geloof en vertrouwen hebben gesteld in de partijvoorzitter en zijn bestuur die de VHP verder gaan leiden. U heeft het niet gedaan omdat je voorstander bent van eenheid in de partij. U heeft dat gedaan omdat u eensgezindheid wil in de partij. U heeft dat gedaan omdat de VHP leiding geeft aan het land. En als u leiding geeft aan het land dat in een ernstige crisis is, dan verdient dat een volledige ondersteuning van de partijstructuren. En dat is die kracht van die VHP. Dat daar waar we allemaal elkaar nodig hebben om het land en volk uit de crisis te halen, dat we dat laten zien en demonstreren het ook. Maar daar waar er een strijd geleverd moet worden, zijn we er ook om een strijd te leveren. En er zijn issues waar ik al gezegd heb als partijvoorzitter, dat we die strijd gaan leveren. Santokhi zegt ook dat hij als lid van de partij nimmer voor een functie of positie heeft gevochten. Bij elke positie die hij heeft mogen bekleden, is hem gevraagd die verantwoordelijkheden te dragen. Hij merkt op dat wanneer een individu zijn werk naar behoren doet, anderen hun potentie zien en op basis daarvan willen belasten met nog meer verantwoordelijkheden. Hij is altijd gevraagd geworden. En mijn antwoord is altijd geweest, ik ben beschikbaar voor land en volk. En dat is ook gebeurd bij alle functies. En vandaag ben ik de president. En vandaag word ik gekozen voor mijn derde termijn. Natuurlijk op basis van democratische processen. En u bent hier getuige. Congresgangers, u bent getuige over het proces wat is ingezet om te komen tot vandaag. Santokhi merkt op dat hij niet alleen als partijvoorzitter werkt aan betere tijden voor zijn achterban, maar dat hij als president van Suriname werkt aan alle sociale vraagstukken, zodat het leven draaglijk wordt voor alle burgers.